Welkom op Vista. Vandaag zijn we op Boers op Pop. Boers op Pop. We gaan beginnen. Zeker. Hallo allemaal, welkom op Vista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, vandaag gaan we het dan toch eindelijk doen. Boers op Pop. Ja, het is al meer dan een maand geleden. Ja, sommige excuses ervoor. Halloween kwam ertussen. Nog een enkele video's die ik al klaarstaan. Dus het duurde eventjes voordat ik deze video kon maken. En normaal gingen we wel frequenter video's maken. Hè, om de 2-3 dagen. Maar ja, ik wil iedereen natuurlijk de kans geven om mee te dingen aan die 30 euro shop to goed van Postportal. Dus vandaar dat we elke keer proberen toch wel minimaal 5-6 dagen er toch wel tussen te houden. Vandaag dat we vandaag beginnen met Boers op Pop. Wat is Boers op Pop? Boers op Pop is de enige Funko Pop beurs van Nederland en België. In België heb je ook Boers op Pop zitten. In Nederland is hij nou voor de derde editie. Voor de derde keer. Derde editie was hij en hij was dit jaar groter als groot. Echt waar. Mocht je het gemist hebben, volgend jaar moet je er echt bij zijn. Het is geweldig. De enige echte Funko Pop beurs. Echt heel gaaf. Nou, Boers op Pop, mede mogelijk maakt door Boers op Pop en Peepops. Ja, die hebben het georganiseerd. Heel gaaf. Het was maar Aquabest. Het was echt te gek. Ja, we hebben heel veel dingen gescoord, heel veel dingen gezien, heel veel dingen gefilmd, et cetera, et cetera. Nou goed, dat gaan we straks allemaal laten zien. Wat gaan we nou meedoen? We gaan helemaal blij maken natuurlijk met 30 euro shop te goed. Ja, natuurlijk weer. Vorige keer kon je meedoen met de hashtag Halloween. Hoewel, dat ging niet helemaal goed, want die hashtag wil je elke keer verwijderen. Ik heb geen idee hoe het nou komt. Hè, maar ik heb toen inderdaad vastgepind naar iedereen die een reactie plaat die heeft meegedenkt aan de 30 euro shop te goed. We hebben een winnaar, gaan we het einde van bekendmaken. En vandaag wederom inderdaad kun je meedoen. Hè, wat moet je doen? Geabonneerd zijn, video geliked hebben, Postporto Instagram pagina volgen en die hashtag doen. Oftewel hashtag, ik accepteer een normale, ook hoeft niet eens een hashtag te zijn, als de tekst maar in de comments staat, dan dingen mee in 30 euro shop te komen. Dus ik weet niet of die hashtag nou deze video wel goed gaat. Goed, Boers op Pop, heel erg vet. Aquabest, ik ben er geweest met de kinderen. Ik moet zeggen, we gaan trouwens niet één video maken, maar 2 video's. Ja, dit wordt deel 1, maar ik krijg ook nog een deel 2. En eigenlijk ook nog een soort van deel 3, want er is iets heel speciaals gebeurd tijdens Boers op Pop. Mede door Peepops. Daar ga ik nu niet te veel over vertellen, want ik wil een aparte video over maken. Daar gaat heel erg gaaf voor. Ja, dat heeft te maken met een ander YouTube-kanaal. Goed, mensen trouwens die het kanaal volgen, die al misschien iets gezien hebben op Shorts, die weten misschien al een beetje wat er gebeurd is. Maar goed, daar ga ik binnenkort allemaal laten zien. Ik heb er iets heel moois van gemaakt, et cetera, et cetera. Ga ik niet te veel over spoileren. Goed, Boers op Pop, we hebben heel veel dingen gezien. Heel veel standhouders hebben we gezien. Het was echt heel erg gezellig. Leuk om iedereen gezien te hebben. We hebben praatjes gemaakt, foto's gemaakt. Het was gewoon super gezellig. Kinderen werden zelfs herkend. Hoe leuk was dat? Goed, ik laat je niet lang wachten. We gaan gauw kijken hoe het er allemaal uitzag. De eerste impressie in deel 1. We gaan beginnen. Die schaaf, rollenkop. Die van deze. Daar hebben we de achterspelers. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan ik ook van de Ja. Sodas? Kijk, Funko on Wheels, uiteraard. Ook altijd weer aanwezig. Bitty Pops. Ja. Was jij ook nog op zoek naar Sim? Hier, Deadpool met van Deadpool en Wolverine. Kidpool. Is Kidpool? Ladypool? Deadpool. Dat is Logan en Wolverine, maar die zijn niet van de film, of wel? Die is 50 jaar. Oh, dus die, dat ontvang je. Maar dat dan via de computer. Hè? En daar kan je dan na x aantal tijd kan je dat dan redeemen, noemt dat dan voor de nieuwe pot. Het is dat dan nog altijd. Dus je kan er altijd mee beginnen met nieuwe series en zo. Toch? Ja.
misschien iets ook wel gaaf met welke? Ja, dat begint met 2, 3 en dan 4. Die is ook gaaf. 700 euro. Zijn het Bob, kennen jullie dat? Ja, die hebben we vaak even. Die hebben we, hè? Simon Bob. Nee, dit zijn mijn. Danny Zuko. Ja. Als ik het zie, dat jij een leuke vindt, dan wil ik het doen. Huh? Dus laat je hier. Oh, hier zijn de NFT's. Kijk, dit zijn die 1 april pops. Ja? Mag ik niet klagen? Ja, alle 3. En vind je het iets, lady? Ja, dat doen wij ook wel. En dan met een mannen goed. Ja, heel goed, heel goed. Goed het wel. Het in de auto. Yes, heel veel pops. Ja, pops. Dat is heel erg gaaf. Ik moet zeggen, vorige keer was het een soort een huiselijke sfeer, weet je. Waren toen 2 etages. Was nou een veel grotere zaal. Het was de hoofdzaal. Waar alles inderdaad in één oppervlakte stond. Het leek eigenlijk heel veel groter. Het was natuurlijk ook een stuk groter. Maar dit was ook heel erg tof. Heel erg leuk. Nou, we hebben zo'n tasje gekregen bij de intree. Nou goed, we hebben 1 zo'n tasje. Maar we hebben nog zo'n tasje. Maar dan gaan jullie in deel 2 zien. Heel erg gaaf. Dit tasje gaan we vandaag behandelen. En dan gaan we even kijken wat er allemaal in zat. Allereerst, kon je bij deel binnenkomst, kreeg je een loodje. Ja, een loodje. We hadden er zelf 3, want ik was met Levi en Siem. Dus die kregen allemaal een loodje. En dan kon je bij Tiny Titan een goede kans maken op een Funko Pop. Helaas, ik heb niet gewonnen. Kreeg ook een bandje, een Bolt Pop 24 bandje. Uiteraard, heel erg gaaf. Heb ik ook even bewaard. Vind ik altijd leuk om te bewaren. Ik heb allemaal Dutch Comic Con, Heroes Dutch Comic Con bandjes. Maar Bolt Pop heb ik er nu ook mijn 3e. Heel erg tof. Goed, en dan laat ik zien wat ik allemaal gescoord heb. Ik ga eventjes een paar eruit halen, want dit vind ik wel leuk. Ik heb namelijk een paar common pops, ik heb een paar hele special pops. Om die eerst even te laten zien, maar ik wil eerst even namelijk dit laten zien. En dat zijn de stickers die ik allemaal heb gekregen. Ja, deze leg ik even hier neer, tasje daar. De stickers, heel erg gaaf. Want het draait hier ook allemaal op stickers, heel gaaf. Peepops had namelijk hele vette stickers gemaakt. Ja, en die hebben ze een paar overhandigd aan mij. Ja, deze zijn echt te gaaf. Kijk aan, het is Wolverine en Deadpool. Kijk aan, als Peepops, hoe vet is dit? Deze zijn echt te gaaf. Ja, je kunt echt te gek. Je kunt ze sparen allemaal. Ze maken er heel veel. Geven ze eruit. Ja, het zijn echt collectibles. Heel erg gaaf. Je krijgt ze inderdaad als je een pop koopt bij Peepops. Heel vet. Echt doe de Funko Pops. Bij Jeroen en Pascal. Heel gaaf. En ze hadden nog 2. Kijk, en dan zijn deze van Toy Story. Kijk eens aan. Woody en Buzz. Hele gave stickers. Gemaakt toch? Wie kan toch anders? Maupie heeft ze ontworpen. Heel erg gaaf. Maupie, echt waar. Mijn complimenten. Echt waar. De details, de leuke. Je moet er gewoon een paar keer naar kijken. En dat is gewoon zo grappig om te zien wat er allemaal in staat. Echt heel erg leuk. Goed, en dan was er nog iemand. Ja, die had zijn eigen primeur ook. Was er zelf niet bij, helaas. Die had andere verplichtingen. Het was Funkovader. Funkovader had ook een sticker. Ja, ja. Die ging namelijk naar New York Comic Con. En die had deze sticker om uit te delen. Die heb ik ook al gekregen. Heel erg vet. Ja, inmiddels is hij geweest. Heeft een hele mooie tijd gehad. Ik heb leuke video's van hem gezien. Dat zag er heel tof uit. Goed, daarover de stickers. Nou gaan we eens even laten zien wat we allemaal gescoord hebben. Heel erg gaaf. We beginnen met de allereerste. Ik zit even te kijken. Ik had ook nog ergens een boekje liggen toch? Van Bolzo Pop. Dat heb ik hier nou uitgehaald. Goed, kom ik aan de volgende video even bij. De allereerste pop die ik heb gescoord is deze. Het is namelijk
Air Racer. En dit is heel gaaf. Dit is van de Summer Convention Limited Edition. Funko 2023 van Transformers Rise of the Beast. Nummertje 1379. Ik vond deze heel erg gaaf. Ik weet dat deze aangekondigd werd. En toen dacht ik echt van ja, deze moet ik hebben. Heb ik toen niet kunnen scoren. Dus nou, heel gaaf dat ik tijdens zo'n beurs hem wel ben tegengekomen. Het was relatief ook niet duur. Als 6, 7 euro volgens mij. Vind ik echt wel meevallen. E-Razor. Hij is echt heel erg gaaf. Heel erg gave. Speciale sculpt ook. Je weet hoe ik denk over sculpts. Dat is de reden waarom ik Funko Pops koop. Kijk eens aan. Airazor en Transformers is wel een van mijn heel toffere lijnen die ik heb hoor. Heel gaaf. Airazor. Dan gaan we over naar de volgende. De volgende is deze. Ja, dit was trouwens mijn eerste pop die ik heb gekocht op de beurs. Ja, die hier, na deze pop was het het hek van de dam. Dit was namelijk Alfred E. Newman. Heel vet. Van Matt. Heel gaaf. Nummertje 29. Ja, wat is Matt? Ik had vroeger Matt. Dat was een tijdschrift met verhaaltjes, comedy. Strips stonden erin. Heel erg gaaf. Kijk eens aan Matt. En dit was mascotte, Alfred Newman, nummertje 29. Heel gaaf. Another Ridiculous Mad Product. Heel gaaf. Wat mensen niet weten is dat het eigenlijk ook echt een DC-pop is. Ja, je kunt hier zien het DC-logotje, achter misschien ook. Mad was ook een stripboek, maar het werd, of het nou overgenomen is door DC, of dat het oorspronkelijk van DC komt, dat weet ik niet precies. Maar het is een DC-pop, ja. Toch wel. Nou, ik denk dat de vreemdste DC-pop is die ik in de collectie heb. Kijk eens aan, Mad. Maar wel een hele gaaf pop. Ja, toen deze zag... meteen gekocht. Voor 10 euro volgens mij, als ik me niet vergis. Yes, dan de volgende. En ik ga hem gewoon lezen. Deze was heel gaaf. Dit is namelijk een hele oude pop. Deze pop komt uit 2011. Kun je nagaan. Een van de, ja, Funko komt uit 2010. Het is 2011. Het is een van de allereerste Funko pops die gemaakt zijn. Het is namelijk niet meer dan de Hulk. Nummertje 8. Kijk eens aan. De originele Hulk. Heel gaaf. Ik ben al een tijdje... Ik was aan deze op zoek. Op het moment... dat Luferno op Comic-Con was en dat je hem kon laten signeren. En toen heb ik hem niet weten te scoren. Ik heb toen de kerstmispop heb ik weten te scoren. Of weten te signeren. Wel gaaf. Ik heb er Merry Christmas bij laten zetten. Dat was heel gaaf. Maar deze pop ben ik dus nou tegengekomen. Nummertje 8 van Marvel Universe. De Hulk. En hier zien jullie het. Hè. 2011. Kijk, de onderkant ziet er compleet anders uit. Nee, het is geen fake. Je zou het bijna zeggen. En dit is de achterkant. Serie 1. Ja, wat zit er allemaal nog meer in de eerste serie? Hè? Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Captain America, Red Skull, The Hulk en The Thing. Heel gaaf. Marvel Universe. Nummertje 8. Echt heel gaaf pop. Eén van de vetste pop die ik heb gescoord. Nummertje 3. Yes! We gaan er snel doorheen. Ik ga eerst deze even laten zien. Deze heb ik ook gescoord. En dan weet ik dat deze ook lag bij de kruidvat. Dus daarom heb ik ook, niet, ook maar 5 euro gegeven. Het is namelijk Henry No. 1 van Stranger Things. Nummertje 1458. Hele vette pop. Henry No. 1. Set van 3, 4, 5, 6, 7, 11, Henry, Jonathan, Nancy, Robin, Eddie en Dustin. En natuurlijk heel veel exclusive, et cetera, chases, noem maar op. Hele gave pop. 1458. Henry No. 1. Ik vind deze echt een te gekke pop. Yes, nou goed, dat waren alweer 4 pops. Hè. We gaan alweer over naar de allerlaatste pop. Maar ik kan jullie vertellen, er komt nog veel meer aan. We gaan deel 2 doen. Deel 2 hebben we nog veel, veel meer pops. Zelfs nog een mystery box om te laten zien. Heel gaaf. Goed, en dan gaan we naar deze. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Deze is sowieso heel erg gaaf. Het is een, ja, een soort van signed pop, maar toch ook niet signed. Het is namelijk Mark Hamill. En dit is heel apart. Deze sticker heeft... Die is helemaal uniek. Het is een Mark Hamill Exclusive van de DesignerCon Exclusive Limited Edition. Nummertje 27 van de Pop Icons. Kijk eens aan. Heel erg vet. Deze vind ik zo te gek. Hij heeft een shirtje aan. Het shirtje is ontworpen door, dat moet ik even goed zeggen. Dat staat hij hier aan. Door Nathan. Nathan is zijn zoon. Die heeft een eigen bedrijfje. Nathan Hamill. Die allemaal merchandise uitgeven. En die draagt hij dus in de... Hierachter kun je het trouwens beter zien. Die draagt hij dus op deze pop. En vandaar dat hij denk ik is uitgekomen op de DesignerCon Exclusive. Ik ken die DesignerCon, ken ik niet. Ik denk, het is ook geen Funko Pop beurs, maar ja, wel een hele gaaf Exclusive. Kijk, en vreemde stickers zitten erop, hè. Kijk eens aan Mark Hamill, oftewel Luke Skywalker. Maar goed, dat wisten jullie hopelijk al wel. Kijk eens aan. Hele gave pop, Exclusive. Ja, ik vind het een heel speciale Exclusive pop. En deze heb ik dan toch voor een redelijk schappelijke prijs kunnen scoren. Komt uit 2019, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe oud die Mad Pop is. Hoe oud komt die? Komt 2021 toch? Oké, ik had die ouder verwacht. Maar deze is wel heel erg gaaf, merk helemaal. Kijk eens aan, hoe vet is deze pop. Ja, samen met die Hulk. Echt waar.
toch wel de tofste aanwinsten in deze video. Want er komt nog veel meer aan. Ja, er komen nog een paar gave dingen aan, kan ik u vertellen. Heel vet. Ja, dat is hetgene wat ik allemaal heb gescoord in deel 1 nu. Maar allemaal op Boze Pop. Het was echt heel erg gezellig. Veel leuke standhouders gezien. Goed, heb ik jullie al een deel laten zien. Maar in deel 2 komen er nog veel meer standhouders aan bod. We hebben veel gefilmd. Dat is natuurlijk heel gaaf. En veel pops gehoord. Heel erg gaaf. Volgende video ook. Heel tof. En die stickers. Ik vind die stickers heel erg gaaf. Die stickers van Maupi. Deze trouwens ook ontworpen door Maupi. Zeker waar. Van Funkovader. Ja, echt heel erg gaaf. P-pops. Ja. Heel erg tof. Yes. Tot zover hetgeen wat ik in deel 1 wil laten zien. En we gaan natuurlijk iemand blij maken. Iemand blij maken met 30 euro shoptegoed. Ja. Ik heb al gezegd wat je ervoor moet doen. En je kunt voor... ik moet trouwens zeggen wat je voor de volgende video genoemd. Laat ik straks zien. Ja, we hebben de winnaar. Die winnaar gaan we meteen bekendmaken. Ja, goed. Ik laat je niet lang wachten. De winnaar van de vorige video is, oftewel Halloween video. Bam! Staat je naam naar boven. Hartelijk gefeliciteerd. Je hebt 30 euro shoptegoed. Tenminste, als je even een mailtje stuurt naar altivieste@gmail.com. Met erin je Instagram account. Zodat we weer kunnen checken of je poppoorten of volgt via Instagram. Hè, omdat je geabonneerd bent, video geliked hebt, et cetera. Dan moet je allemaal even doen. Er zijn ingrediënten om mee te doen met 30 euro shoptegoed. Mocht je dat gedaan hebben, krijg je zo snel mogelijk die code. En dan kun je lekker gaan shoppen. Lekker voor de feestdagen. Kun je vette pop scoren. Heel erg gaaf. En er is veel. Mocht je dat niet gewonnen hebben. Ook niet getreurd. Je kunt 10% korting krijgen. Door middel van deze code. Altivieste in te voeren. Krijg je sowieso 10% korting. Niet de combinatie natuurlijk. Met het shoptegoed dat je gewonnen hebt. Dat moet ik even bij zeggen. En vandaag kun je wederom meedoen. Ja, ik had al gezegd. Ik ga meneer zijn video geliked hebben. En die Instagram pagina volgen. Nou goed. Dat is allemaal hetgeen wat je moet doen. En die hashtag doen. Wat eigenlijk een hashtag hoeft te zijn. Dan zou ik eigenlijk in de video zeggen. Maar daar ben ik niet toe gekomen. Oftewel. Boze pop. Hashtag boze pop. Of boze pop. Onderin zetten, maakt niet uit op welke manier, dan ding jij mee aan 30 euro shoptegoed. Heel erg gaaf. Succes allemaal. Yes, dat is hetgene wat ik allemaal wilde laten zien tijdens deel 1. En er komt dus nog, zoals ik al zei, in deel 2 met heel veel te gekke pops. Ja, dat gaat echt heel erg leuk worden. Dus ik ga er nu niet te veel over zeggen. Gewoon lekker blijven kijken. Hè? Binnen een week, deel 2. Heel erg tof. Ja, en dan gaan we richting de kerst, richting Sinterklaas, hier de kerst, nog heel veel andere dingen doen. We gaan nog een anniversary video doen. Zo, ik heb echt nog een kriebelhoest. Oftewel, hele vette dingen. Ga er allemaal niet missen. Hoe kun je zorgen dat je mist? Hieronder kun je abonneren. Doe dan, druk op belletje, dan krijg je een melding als die nieuwe video online staat. Vandaag ziet weer deel 1 van Boze Pop. Hoe vet is dat? En over een tijdje komt er nog een hele vette video. Dus die wil je ook niet missen. Dus heel erg gaaf. Aan die kant kun je duimpje omhoog geven. Dat zou ik ook tof vinden. Maar ook essentieel om mee te dingen aan 30 op shoptegoed. Ik zeg het er nog eventjes bij. Yes, nou ik ben heel erg benieuwd welke jullie het gaafste vonden. Ik moet zeggen, Mark Hemmel en de Hulk. Die zijn van mij. Ja, nou deze eigenlijk ook. Eigenlijk allemaal natuurlijk. Maar deze heb ik als eerste gescoord. Ja, hiermee was het Hek van de Dam. Maar deze pops zijn echt wel de gaafste pops die ik heb weten scoren. Mark Hemmel en de Hulk. Helemaal te gek. Yes, nou, ik ben benieuwd wat jullie gescoord hebben. Zijn jullie ook geweest? Wellicht wel. Hebben we een praatje gemaakt? Ik heb denk genoeg mensen tegengekomen. Dat was echt heel erg leuk. Dus maar laat even weten in de comments wat je allemaal gescoord hebt. Zou echt heel erg tof voor zijn. Ja, en dan gaan we op naar deel 2. Nou, ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Groetjes, doei. Doei.